Inmiddels is natuurlijk iedereen bekend met het concept van Loot Crate. Je hebt een soort abonnementendienst en dan krijg je maandelijks daarvoor terug. In ruil voor je geld krijg je een doos met goedheid. Gewoon met dingen. Het kan van alles zijn. Het is niet al loot en het zit in een krat. En ja, we zijn ermee doorgegaan, want je ziet al, of je hebt al gezien natuurlijk de Halo Legendary Crate. Maar er is ook nog zoiets anders en dat heet dan Loot Gaming. En dus maandelijks alleen maar een kist met loot voor gamers. En het leuke is, dat gaan we dus maandelijks doen en deze is van augustus, dus er is al wel een beetje outdated, maar we dachten, ach joh, we pakken het toch gewoon lekker op en we gaan ook die van augustus openmaken, maar je kunt dus ook van september en alles in de toekomst kun je ook Loot Gaming verwachten. Peter is al zo vriendelijk geweest om voor mij even open te maken dingen, dat ik niet helemaal hoef te priegelen. Ik kreeg zelfs laatst te horen van mensen van, stop eens met dat gepriegel, er zit gewoon een lipje aan, waarom heb je een schaar erbij gepakt? Dat is nou typisch een unboxing, mensen, je weet nooit wat er gaat gebeuren. We slaan hem open. En het thema had volgens mij iets te maken met space. Ik weet het niet meer zeker. Correct me if I'm wrong. Ik kon het niet meer vinden op de site. Maar Loot Crate heeft natuurlijk altijd een thema. En zo ook voor de gaming editie. En wat we sowieso al krijgen is een fucking vette bobblehead van Adam Jensen van Deus Ex. Met ook gewoon, en dit gaan we dan niet laten zien, want het is iets wat je kunt scannen dan. Maar ja, oké, ja, anders scan je het maar lekker met je mobiel. Volgens mij hoort dat bij de game. Er zit ook een augmented reality ding bij. Kun je dingen scannen en dan heb je ze weer in de game. Extra lore, hey. Mooi. Maar hey, Adam Jensen. Voor de Deus Ex fans, hoppatee. Doen we zomaar eens even. Oeh, dit is natuurlijk ook altijd leuk. Je hebt Loot Gaming Exclusives. Dat wil dus eigenlijk zeggen van exclusieve dingen die je alleen in de Loot Crate kan vinden. En soms zijn dat echt de meest fantastische dingen. Zoals Skyrim sokken heb ik langs zien komen. Waar anders vind je Skyrim sokken behalve dan daar? Nou ja, kan. Ik ben wel benieuwd wat dit is, want het is een doosje van Borderlands Claptrap. Oh my god, is dit gewoon de beste bieropener ooit? Of... Dat zou het wel zijn als ik het eruit kon halen. Yes, there we go. Je kent het met unboxings, hè? Alles gaat fout. Volgens mij is dit letterlijk... Het is een... Claptrap bieropener. Die is gewoon kei massief. Die is gewoon... Die is echt super hard. Ja, dit is dan toch wel weer vet, want het is en nuttig en het is Claptrap uit Borderlands. En het is gewoon een opener. Holy shit. Dat is super gaaf. Daarmee gaan we sowieso heel veel pilsjes mee openmaken. Jammer is dat de vriendendag van Gamers net al is geweest. Dus we hadden hier echt honderden pilsjes mee kunnen openen. Is dus niet gelukt. Nou ja, dat is dan voor de volgende vriendendag. Dan openen we allemaal ons bier met Claptrap. Superleuk. Loot Gaming Exclusive. Dus die kun je alleen hierin krijgen. Dus mooi dat we die dan hebben. T-shirtje maatje M, want dat was op mijn aanvraag. Denk, doe toch maar een M'tje. T-shirt van Destiny. Oh, wat vet. Ook met gewoon die drie klasses. Ik vind dit nog best wel een chic shirt. Het is wel een Amerikaanse M, want ja, Loot Crate en Loot Gaming en Loot Army, het komt allemaal uit Amerika, dus het is wat breder dan dat het lang is. Maar goed, dan stoppen we hem een paar keer in de was. Ik ben goed met dingen laten krimpen. Maar een mooi t-shirtje, Destiny, is ook weer zo'n exclusieve unit. Dat kun je dan ook vaak hier zien. Van, oh, een Loot Gaming Exclusive. Nou, ik vind het netjes. Een mooi t-shirt, wel iets aan de brede kant, maar dat kan gebeuren. Oh, natuurlijk, je krijgt elke editie krijg je een pin erbij van welke editie je hebt. Het is natuurlijk leuk dat als je dan een jaartje abonnement neemt of zo, dat je dan al die pinnen gaat verzamelen. En dit jaar, deze augustus was dus het thema Mecha. Dat verklaart wel de Destiny, Adam Jensen, Claptrap, verklaart wel. Mooie pin, ik vind hem wel chic, die kan er zo bij. Dit is netjes. Een game die nog niet is verschenen, want dit is namelijk game Lawbreakers van de maker van Gears of War, zoals je kan weten, Cliff Bleszinski. Ja, ik heb hem ooit ontmoet, het was super intiem. Maar gewoon een Lawbreakers pet, dat is erg vroeg, want die game, ja, het is nou early access geloof ik, of in de beta. Maar goed, dat kun je dus ook gewoon zomaar eens krijgen. Dislike voor recht laten en like voor de cap een klein beetje verbuigen. Dit is een issue, een first world problem. Buig je de cap of niet? Ik ben niet echt een pettenman. Peet die vouwt hem gewoon dubbel. Peet knikt, ja, maar Peet vouwt ze altijd dubbel. Ik hou hem wel een beetje recht, gewoon zodat hij novelty is in mint condition. Ik vind het een mooie pet, netjes. Dit is helemaal chic. Een Big Daddy. Ik denk dat, hoe heet dat ding, dat je dat kan stikken. Dat kun je zo mooi op je broek zo. Voilà. Het is wel een enorm... Ja, stiksel? Is het stiksel? Stiksel klinkt heel fout. Stiksel klinkt dat als ik het google dat ik dan niet op de kindvriendelijke sites terechtkom. Maar goed, het is wel gaaf. Ik vind hem wel mooi en hoog in detail. Kijk, een beetje zo'n koperachtig kleurtje. Dat is netjes, dat is netjes. Zit er ook zomaar in. Holy shit, ik vind het echt een goed pakket. En natuurlijk, als altijd, krijg je een klein boekje met daarin alle contents en hoe ze erop zijn gekomen. En bijvoorbeeld ook reclame voor de andere loot crates die er nog aankomen.
Sowieso wel heel interessant. Hier kijk Cliff Bezinski, waar ik het net over had, van Lawbreakers. Het interviewtje ervan. Ja, is een klein boekie. Soms staan er ook nog wat codes in voor bepaalde games. You never know. Het is voornamelijk een klein beetje reclame. En natuurlijk, de doos is ook in stijl altijd. Soms kun je hem uitvouwen, soms kun je er andere dingen mee maken. Wat wel interessant is, want als je tig van die doos hebt, kun je een muur maken met allerlei leuke thema's op een muur. Kan zomaar. Hey. Dat was het met Loot Gaming. Dit is de eerste krat. Dit was augustus, de eerste krat wat we open hebben gemaakt. En we gaan ze dus elke maand doen. Mocht je nou zelf ook geïnteresseerd zijn of willen zien wat ze voorheen allemaal hebben gedaan of wat er nog gaat komen, dan kun je, en dit vind ik zelf heel tof, naar lootcrate.com/gamersnet. Echt, I shit you not. We hebben een eigen landingpage. En dan kun je ook gewoon kijken van wat het allemaal is. En mocht je nou denken van, ja, vind ik leuk, wil ik ook op inspringen. En het is inderdaad wat aan de dure kant, dat gebeurt nog wel eens. Voer de code GAMERSNET in. We weten nog niet of het werkt, maar volgens mij werkt het. Volgens mij krijg je €3 of $3 korting als je gewoon code GAMERSNET invoert. Dus doe dat. Hoeft niet. No, don't hold me to that. Maar het kan. In ieder geval, laat weten wat we ervan vonden. Laat maar weten wat je denkt van de volgende Loot Gaming Crates. In september zijn we weer terug met de nieuwe krat. Dus, yay! Like, comment en subscribe. Bij 100 likes verbranden we de doos.